En we zijn vertrokken met de eerste halve finale met de goede Sakka van Malfoet tegen van Lange Vloer. En dan gaat het natuurlijk met de mannen nemen, dan gaat het over fietsenhuisjes. Dan lijken in nummers 1 en 2. Die gaat er mee, we zien TKR Extreme van Racing. Dat betekent dat Kelly en Tommy Topsen, dat betekent dat Leon van den Velden. Dat zijn aan nummer 4 en 4 op dit moment, dat komt er op een aanval van Vanterenbeest op de wal. Dat kan de man van die naar aansluiten, daar bij de finale. We zien huisjes nog steeds terugvallen op het derde stuk. Daar heeft hij wat problemen mee, maar gaat hij bij de eerste vier eindigen. Hij wil prima starten van de wagen, er komt geen aanval meer over van der wal. Huisjes gaat nog doorstarten, zelfs naar de finale. Dat is 7 huisjes met Sluiter en met Van der Velden. Volgens pas op plaats nummer 5. Dat is een goede maatjes. Oh. En dan gaat de man uit de Dat zijn de mannen op 1, 2 en 3. En natuurlijk Beukenveld, die grote lange man daar in het zwart. Hij lijkt deze finale op plek 1 te gaan nemen. De koers op categorie 45 jaar en ouder. Op zijn thuisbaan. Hier zitten twee snelle mannen, hoor. Koen van Duffel, Leon Walravers. En daar komt Lafrijs al. Hij zit daarbij. En dit is ook zo'n man die goed is op de baan. En die paar minuten zoeken te maken. Dit is zijn thuisbaan. Dus ik kan die vandaag weer doen voor de overwinning. In de categorie van toen ze 45 jaar ouder. We zien Van Duffel daar op 3 zitten en Frank Verstegen. Het ging allemaal niet zo makkelijk in de marges, maar hij gaat wel op weg naar de finale ten koste van Westerwijs en ten koste van Leon Jansen. Verstegen naar de finale samen met Van Duffel, Lafrijs. Natuurlijk. Hij zat namens de Wikros op plaats nummer 3. En wie gaan we daar aan laten schuiven? TVO Hartenberg en die Bolste. Hij lijkt op weg, hoor. Het zal Kiano van Vlinderen zijn. Die gaat daar voor de los. Dat is eigenlijk al Kiano van Vlinderen. Waar zit Chris Sluit vanuit Amersfoort? De man uit Amersfoort. Hij was er zo weer bij in de race. Maar hij zit hier op de derde plek. Hij lijkt op weg te gaan straks naar de finale. Die is de Frenzen van de Kissing van onze zomer. Hij zit nog steeds op de eerste positie. We krijgen Ormen, we krijgen Haagsbergen, we krijgen Nijverdal. En de enige Brabander die hiermee gaat is Jimmy Struik. En dan hebben we hier toch wel de 4 mensen die we verwacht hadden, hoor. Geen verrassing van de man uit Assen, Kingelen. Hij kan niet voor de verrassing zorgen. Al die Bolster natuurlijk, hij gaat mee naar de finale. Hij is teruggezet naar de laatste plaats. En de problemen binnen te komen. De problemen van de Schilvoering. Die gaan we allemaal hebben. We kijken natuurlijk naar die man op kop, Kasper de Piepers. We kijken naar de KVC kop, Julian Bijsterbos. En daar komt de aanval. Plaat nummer 101 is Tobi van Engeland. Tobi van Engeland namens de club uit Schijndel. We gaan niet zo met naar de finale. We gaan niet zo met zorgen naar de finale. En niet zo met die finale.
Niels, we kijken natuurlijk naar Tino Kleine. Tino Kleine hier goed vertrokken samen met de Boscrossers. En de Boscrossers is Roy Kater. Roy Kater op weg naar zijn finale. In deze vak was hij nog in de kwartfinale, maar die is thuis geschakeld. En hier lijkt hij in de laatste acht. Die gaan meenemen. Maar dus de man uit Kruis, of misschien goed uit. En dan gaan we toch weer proberen te komen voor Roy Kater. Hij is nog niet zo goed. We gaan naar 3-3, Tuntje de Bok probeert door te schuiven naar plaats nummer 3. Kater nog steeds goed bij. En er komt een aanval van 2-89. Dat is Daniel Puyver die er goed bij zit. Oh, dat komt een aanval. Dat komt een aanval van Daniel Puyver. Ja, dat komt een aanval van Daniel Puyver. De kans is al juist, ze zijn natuurlijk veel op de schijf. En dan zijn we al 4 en dit is wel uitgetakeld zijn in de kwartfinale. En kijk eens naar deze snelle man, de voormalig Nederlands kampioen heet Bo van Burgstede. Bo van Burgstede die daar doorkomt. We kijken naar Talent BMX Racing, Ralf van Droeg. En we steken in het Brian Boy, maar hij gaat op de naam van Lekwier. Lekwier, we gaan Lekwier weer naar die finale. Maar waar zit er in mij? Zit mij is pas op maat. Hij zit daar voorlopig op die vierde plek, maar hij krijgt een aanval van de Robin van de Groenendaal. Maar het is allemaal verhaal, die deur is 1, 2, 3 en 4 hoor. Van Eemrijk, Burgstede, Van den Broek en Lennie. Natuurlijk achter die onklopbare Pieter van Langveld dit jaar. En gaat hij dan dit zich vandaag daar wel doen? Gaat hij in de finale wel een voordoen naar die overwinning? We kijken naar de Hij heeft wel wat eerst bij, samen met Lente Steven. Lente Steven, dan had Luna tegenwoordig, daar had hij niet tweede plek. Samen met Tom van Kati, daar blijft het Tuntje Divies. Daar blijft het Tuntje Divies groot bijvoorbeeld. We zien daar een man doorschuiven, hoor, dat zal de grond zijn. 2,58, de grond zit daar. Hij gaat de buis leggen samen met Tuntje Divies. Nee hoor, Divies gaat uitgeschakeld worden. Tuntje Divies, nu al naast de Mayweather zit hij uitgeschakeld worden. Laatste 2,5 finales zijn in het hoofd van 11 en 12 jaar. 6 lijntjes in de baan. Wij gaan er straks natuurlijk maar 4 terugzien in de finale. En dat betekent dat we hier ook te maken hebben met Indische Levers. Dat zou toch absoluut een favoriet moeten zijn. Deze halve finale zijn we ook zelf wel moeten gaan vechten samen met de Gerritsen. We gaan binnen naar de Vrede. We kijken naar deze schuring. We hopen dat het zeker van de belangrijke vierde plek voor de Vrede. Dat betekent dat de moordelijke dames deze laatste plek want het zit goed met Indie Schepers, het zit goed met Isa van Dichten. En kijk eens, dan zien we ze zelfs nog een plekje doorschuiven, Davy Schuring. En dan is het zelf maar hier om die vierde plek. Ja, gaat Koofstra daar nog aankomen? In ieder geval zien we nu echt al een stukje in de halve finale. En we denken dat en dan hebben we natuurlijk een Europese wereldkampioen daar, namens de club uit Nederland. En zij zit hier op plaats nummer 1. Die gaat ze meekrijgen en dat lijkt me Amber Wallraad. Die zit hier vandaag bij Wallraad. Zij zit nog op een goede derde plek en kijken naar Kim Hansen. En dat is goed, ik wil haar dat er niet meer aan van de Roenendaal. Het wordt heel lastig voor deze dame voor de weg naar de finale. Kan er wat ergens aan voor komen, ja. We zien dat Ellis Noord toch behoorlijk gaat dit zo moeten rijden. Wil ze nog in de buurt komen van Wallraadens. De eerste twee dames zijn duidelijk te snel. We maken ons klaar voor de finale. Het gevecht tussen Van Dinten, tussen Schepers, tussen Gerritsen en tussen Sam van Os. Samen naar de finale met Kim Hansen en andere Wallraadens.